een aantal video's heb ik reacties met dit. Ja, ik weet het. De kwaliteit op de video's waren nooit goed. Maar daar heb ik eens een keer naar gekeken. En normaal zal deze video goede kwaliteit moeten hebben. Oordeel zelf maar, want ik normaal zal het de hoogste kwaliteit moeten hebben nu. Dus dat is toch al een pluspunt nu. Dat was het. Laten we nu maar beginnen met de mededeling dat ik moet geven voor deze video. Dus ik zie jullie na de intro. Goed, de mededeling die ik wil doen is dat het 12 november is. En een paar video's geleden op de server hebben we een bord laten zien met de studio's. En dan zien we aan de andere kant Flying Eagle Studios, waar nog een poort bij staat. En die opent binnenkort. Ja, 10-11, dat gaat waarschijnlijk niet waar zijn. Ja, laat maar staan. Ja. Ja, wat dan? De Park Flying Eagle zou de 10e november geopend moeten zijn. En toen zouden we een video gemaakt moeten hebben. Dat is niet gebeurd. Met de reden, we wouden onze server versies hoger zetten naar 1.12, want hij staat nu op 1.8, heel laag. En daar krijgen we ook een beetje klachten over, dat onze versie zo laag staat. Dan heeft Jonas geprobeerd de versie te verhogen. En toen waren de card plugins dus weg. Wat dus betekent dat we geen treinen niet meer kunnen spawnen bij de achtbanen. Dus we konden niet opnemen. We zijn op dit moment vol aan het proberen om het terug op te lossen, maar nog niks gelukt. Als er iemand verstand van heeft, moet je het wel altijd achterlaten, want we kunnen wel hulp gebruiken op dit moment. Zodat we zo rap mogelijk kunnen opnemen. Ondertussen, om wat meer Minecraft video's online te zetten, vertel ik even dit. Dit is de mededeling. En van de juist was het slechte nieuws. Maar dit is de mededeling dus. Vroeger, wat we in de introductievideo, de eerste video al hebben laten zien, een kleine geschiedenis van het park. We hebben vroeger YouTube Land geheten. En toen hebben we ook video's opgenomen. 17 video's waren dat. Alleen aflevering 2 tot en met 7, die hebben we niet meer. Maar die andere, die ga ik online zetten. Het zou beter geweest zijn als zij als eerste werden geüpload en dan diegene die daar van Park Flying Eagle. Maar ja, moet ik ze terug verwijderen en terug uploaden, dat gaan we niet doen. Ik ga er dus wel gewoon achter schrijven, die allereerste video die we ooit hebben opgenomen op onze server, dat was toen bekend niks, ga ik gewoon bijschrijven, aflevering 5. Dat het de 5e Minecraft video is dat online komt. Waarom zeg ik dit ook weer? Omdat je dat ook aan mijn stem gaat merken, dat dat een oudere video is. Ja, dit jaar is mijn stem compleet veranderd. Het is 2 jaar geleden ook die video's. Hè. Dus aflevering 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 van vroeger, die afleveringen, die komen dus online. En dan zult je zien waar het onze server veranderd is. Maar goed, laat eens in de reacties weten of Gelle weet hoe dat we die card plugin moeten terugkrijgen. Want ja, als het zo doorgaat, dan kunnen we ook helemaal niet meer doorgaan met de server. De server staat op dit moment ook niet open, dus je kunt er niet opkomen als je wilt. Je kunt er niet opkomen, sta uit voor iedereen. Ja, het heeft vroeger, toen het YouTube Land wel open gestaan, toen konden we er wel op, alleen toen hebben we ook niet veel volk gehad. We hebben een paar bezoekers gehad, maar die hebben zitten schelden. Dat ze het niet goed vonden. Ja, ik geef zelf toe, de server is niet van de allerbeste, maar ik vind, het is wel groot, heeft veel attracties. Het heeft wel de card plugin,
toen het er nog was tenminste. En het is wel mooi afgewerkt eigenlijk. Dus maar meer plugins hebben we eigenlijk ook nodig. We hebben eigenlijk meer plugins nodig, maar hebben we er geen verstand van. Maar verder ga ik er niet zoveel over zeggen. Like deze video als je het leuk vindt. En like ook voor de Minecraft video's die online komen. Ah ja, nog één ding. We hebben buiten YouTube-land ook nog andere servers bezocht. Dat is Craftvenger. Twee video's hebben we daarvan. Maar ik ga die niet online zetten, want ik heb er maar één. De andere had Jonas en dat is kwijt. Dan hebben we nog van de Efteling Craft. Die ga ik wel online zetten. Ja, dat zijn wel leuke video's eigenlijk. Dus die ga ik gewoon online zetten. Dus dit was de video. Like, abonneer en reageer voor de plugins. En dan zeg ik later.